Het ministerie van AWJ en Junior Chamber International Suriname hebben op 24 juni 2024 hun overleg voortgezet om een werkplan te ontwikkelen. De focus ligt op capacity building en community engagement, specifiek gericht op ondersteuning van jongeren, inclusief kwetsbare groepen. Minister Stephen McAndrew benadrukte de noodzaak van een concreet werkplan voor GCI's steun aan AWJ, met name aan het Directoraat Jeugdzaken en het Nationaal Jeugdinstituut. De afronding van het werkplan met begroting is nu in zicht voor verdere stappen. 18 cursisten uit de hotelbranche ontvingen op 22 juni 2024 hun housekeeping-certificaten in boutique hotel Peperpot, Kommewijnen van minister Urakit Ramsaran. De training, georganiseerd door het ministerie van TCT en SHTTC, versterkte hun vaardigheden in hotelmanagement met nadruk op gastgerichtheid en het verbeteren van de hotelervaring. AM werd betrapt zonder autogordel en bleek al 5 keer veroordeeld voor verkeersovertredingen. Hij moest een boete betalen of 13 weken gevangenisstraf uitzitten. Zijn familie betaalde de boete, waarna hij ernstig werd aangesproken. De politie roept vakantiegangers op om eventuele openstaande verkeersovertredingen te controleren en waarschuwt voor intensieve wegcontroles tijdens de vakantieperiode.